mensen, bieren, 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 mensen. De orgelman aan de haven, daar telt je geld of wie je bent. Niet meer mee. René, vertel eens iets over meedoen aan sport. Want dankzij de crisis maakt natuurlijk dat we heel veel dingen niet meer kunnen doen. Wat betekent dat voor jou en je team? Nou, de crisis die maakt in eerste instantie meedoen aan sport natuurlijk werkloos. Want al onze activiteiten op de activiteitencentra's voor volwassenen en voor kinderen zijn gestopt. Al onze sportactiviteiten door de hele provincie zijn gestopt. Alle overlegsituaties om subsidies binnen te halen. Om activiteiten te organiseren in de zomer en na de zomer. Ja, alles ligt stil. Ah. En ik moet zeggen dat de collega's die hebben het goed opgepakt. We hebben in de tweede week zijn er beweegtasjes gemaakt voor op alle locaties. Met eenvoudige materialen, waarmee je wel iedereen in beweging kan brengen. Ja. Afgelopen week hebben we ook de fysiotherapeuten, die stellen ons vragen van goh, wij willen cliënten ondersteunen, kunnen jullie materiaal brengen? Nou, dat doen we dan ook. Jan, ik heb ook een oranje shirt meegenomen. Waar is dat voor, René? Ik doe hem even aan. Ja. Ja. Want het is nu natuurlijk Pasen, maar over 2 weken dan is het Koningsdag. Ja, dus daarom ben jij in oranje. Daarom ben ik in het oranje. En normaliter organiseren wij met al onze studenten op de activiteitencentra's voor volwassenen en voor kinderen Koningsspelen. Ja. Met een ontbijtje wat wij als lunch gebruiken, met een spelactiviteit, met springkussens. En dit jaar kunnen we helemaal niks. Maar wat ga je wel doen? Wat we wel gaan doen, we gaan een crea-pakket samenstellen. Waarin je van alles kunt maken en kleuren en knippen. Om de lunch op Koningsdag mooi aan te kleden op jouw locatie. En daarnaast gaan wij een spelpakket samenstellen. Afgestemd op iedere locatie. Waarin je dus ook nog spelletjes kunt doen op de dag zelf. Dus je hebt en een lunch en spelletjes. Dat is Koningsdag. En het is helemaal Koningsdag. Als jullie dat 's avonds af gaan sluiten met een bonte avond. Versier je huis. Zet de muziek klaar. Ga karaoke. Maak er een feest van. Succes, René. Dankjewel. Dankjewel.